Paco van Morsel stond tegen RKC Waalwijk voor het eerst in de basis bij FC Groningen. Na 4 invalbeurten mocht de Brabander in Brabant vanaf de aftrap beginnen. Ik denk de eerste helft was wel aardig. Veel aan de bal gekomen en proberen het spel te verdelen. De tweede helft was het moeizamer. Toen kwamen we ook meer onder druk te staan, had ik het gevoel. Ik kreeg er niet meer echt druk vooruit. En dan zie je dat het ook moeilijker wordt. Ik kom meer op eigen helft. En vanuit daaruit veroveren soms de bal. Maar staan we al op eigen helft en dan is het vaak moeilijk om te voetballen. En dat zag je ook al tweede helft, dat we heel snel al kwijt waren. Kijk, in de Jupiler League is het vaak 1 tegen 1 en heel snel druk vooruit. Er wordt veel sneller lang gekozen en hier heb je veel meer rust in het spel en veel gedoseerder, tactischer. Ja, ik denk dat het vandaag geen spektakel was, maar wel belangrijk 1-1 denk ik. Maar als je dat dan zo vertelt, zoals het spel is, dat is wel iets wat jou volgens mij wel ligt. Ja, dat denk ik ook. Ik denk, ik moet voetbal brengen. En de eerste helft heb ik dat wel aardig kunnen doen, denk ik. De tweede helft was het moeizamer. Van Morsel speelde als voorste middenvelder direct achter gelegenheidsspits Michael De Leeuw. Ja, het ging op zich wel goed. Ik denk, je ziet ook aan mij dat ik geen echte nummer 9 ben. Dus ik zak ook wel weer uit de spits. En Paco die kwam altijd goed in de andere ruimte. Ik denk dat het aardig ging. Af en toe kwam hij in de bal, moest ik zorgen dat ik diep was. En we voelen elkaar wel aan, denk ik. Ik denk dat het wel goed gaat. Over het geheel genomen liep de wisselwerking tussen Van Morsel en De Leeuw behoorlijk. Zo lukt het goed om elkaars positie over te nemen. Precies, dat hadden we voor de wedstrijd ook gezegd. Ik ben geen vaste spits, dus af en toe moeten we dat even omdraaien. Ik denk dat we grotendeels de wedstrijd onder controle hebben gehad. Ik denk niet dat er veel gebeurde, allebei de kanten niet. Het was geen spektakelstuk, denk ik, voor de toeschouwer. Maar belangrijk was dat we de wedstrijd onder controle houden en geen dingen doen. RKC is een ploeg die inzakt, die het spel aan de tegenstander laat. En vanuit daaruit willen ze omschakelen en gevaarlijk zijn. En, ik denk dat we dat grotendeels goed gedaan hebben. Alleen op het einde glipsen ze toch een keer doorheen. En, ga je uiteindelijk met de 1-1 naar huis en ik denk dat je daar tevreden mee moet zijn.